Ik heb de ziekte MPS1 en dat houdt eigenlijk in dat ik bij de geboorte een enzym ontbrak dat afvalstoffen in je lichaam afbreekt. En ik had dat enzym niet, dus mijn afvalstoffen bleven zich opstapelen in mijn lichaam. De gevolgen van de ziekte zijn bij mij mijn zicht dat snel achteruit gaat. Ik ben ook geboren met klauwhandjes. Mijn gewrichten gaan ook sneller stijven en ik ben klein van gestalte. Ik ga met de gevolgen van MPS1 goed om. Ik weet wat ik kan, wat ik niet kan en ik doe wat ik graag doe. En dat is het voornaamste. Ik kan in feite alle activiteiten wel doen, maar ik moet gewoon rekening houden met mijn zicht. Dus met fietsen mag ik niet alleen, want dat is te gevaarlijk. Bij ons Leneke dachten wij oorspronkelijk dat het een huilbaby was. Maar dan zijn we op onderzoek gegaan in het UZ van Brussel. En dan bleek dat hij eigenlijk een stofwisselingsziekte had, een heel uitzonderlijke in België. En dat er een stamceltransplantatie zich opdrong. We proberen Lena zoveel mogelijk te behandelen als een gewoon kind. Zij wil dat eigenlijk zelf ook het liefst. Ook op school wil zij gewoon een normaal kind zijn. En wij doen dat ook zo. We laten haar alle activiteiten doen die ze graag wil doen. Ik hou van dansen omdat ik het heel leuk vind om mijn gevoel in dans te steken. En met mijn ziekte word je sneller stijf en dansen is goed voor niet stijf te worden. En dat maakt mij soepel. De impact van de ziekte van ons Lenaken heeft uiteraard een zwaar gevolg gehad op ons gezinsleven. Zowel bij ons als partners als bij de kinderen. Maar nu staan we daar momenteel zeer positief tegenover, zoals Lenaken ook in het leven staat. Ik sta heel positief in het leven omdat ik denk, ja, dit is mijn leven. En je kunt ook heel triestig zijn, maar dan leef je zo. Maar je kan beter gewoon het aanvaarden wat je hebt en gewoon verder gaan met dat. En gewoon doen wat je leuk vindt en je ziekte, dat is gewoon een bijzaak.